guys, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een ander soort video dan normaal, want ik heb dit eigenlijk ook nog nooit echt ergens gezien. Ik kwam er laatst op en toen dacht ik, is dat niet leuk voor een video? En toen dacht ik, I don't know. En daarna dacht ik, waarom niet? Je zal waarschijnlijk wel denken, what the fuck? Ja, oké, je ziet het wel in de titel staan, nevermind. Zoals je dus in de titel ziet, heb ik het dus vandaag in deze video over deze memory box. Over mijn memory box. Ik heb namelijk een doos met eigenlijk alleen maar dingen met herinneringen eigenlijk. Dingen die ik bewaar, van dingen die ik heb meegemaakt of wat dan ook. En het leek me leuk om daar eens een keer samen met jullie doorheen te gaan. Eigenlijk een beetje een soort van terugkijken op oude video's, maar dan terugkijken op oude herinneringen. Ik weet het zelf ook nog niet helemaal, want laatst heb ik het een beetje opgeruimd. Maar ik heb lang niet alles bekeken. Ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk allemaal in zit. Dus laten we gauw beginnen. Jullie kunnen het nu niet zien, maar er zit echt mega veel shit in. Zo ook bijvoorbeeld allemaal tasjes. Onder die zooi zit dit. Hij is ook echt serieus zwaar. Het is namelijk deze doos van Day Makeup. Die heb ik ooit gekregen voor met een pers iets of zo. En daar zitten dus herinneringen in. En ik had dus laatst dat ik een beetje opgeruimd. En dan haalde ik één ding uit wat ik had doorgelezen. En dat is namelijk dit boekje. En dit boekje was mijn excursie opdrachtboekje, informatieboekje. Toen ik naar Londen ging in 2012. En dit is zo grappig om terug te lezen. Want hier staat dus ook echt allemaal de planning in. En de afspraken en dingen over Londen sowieso die je moest weten. Dit is dus de doos. Er zit echt serieus vanaf mijn geboorte tot aan nu dingen in die ik ooit heb willen bewaren. Oké. Het leek me leuk om er gewoon heel snel doorheen te gaan. En bij sommige dingen wat langer stil te staan. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Oké, bovenaan zit mijn poëzieboekje. Of hoe zeg je dat? Poëzieboekje. En er staan serieus maar 4 mensen in. Of 5. Mijn zus, mijn moeder, mijn vader, mijn oma en mijn opa. En de rest is hier helemaal leeg. Maar het is wel best wel een grote waarde voor mij. Verder, I don't know why dit erin zit. Maar dit is volgens mij een soort van herinnering aan mijn fashion chic ding. Want dit hebben we toen ooit in de goodiebags gehad. Een maskertje van One Piece. Dan heb ik een industry bandje van vorig jaar volgens mij. 2016, dit YouTube gathering. 2 boekjes, en dit is wel echt een grappig verhaal. Ik was vroeger best wel van de boekjes en dingetjes invullen. Niet per se schrijven of zo, maar ik plakte hem vol met allemaal shit waar ik was geweest. Ook bonnetjes, servetjes van ijsdingetjes, lege suikerzakjes. En dan heb ik ook een boekje, maar dan met Nederlandse dingen, want dat andere was Italiaans. Dit was Duits-Nederlands, maar ik heb maar 4 bladzijden dus gevuld. Dat ben ik dan ook alweer. Ik maak echt nooit dingen af. Dan mijn industry ticket van, of kaartje van vorig jaar. Van de gathering. For your information, ik ben dit jaar waarschijnlijk niet aanwezig bij de gathering. Omdat ik ook andere plannen heb. Maar gewoon, ik ben er eigenlijk al sinds gathering 5 bij. En dat is nu raar, want dit is iets van de... Ja, ze hebben op een gegeven moment de telling omgegooid naar het jaartal. In plaats van het nummer, hoeveelste gathering het is. Maar goed, ik ben er in ieder geval sinds gathering 5 bij. En dat was in 2012, volgens mij. Ik ben er al die jaren al bij. En dit jaar gewoon even een jaartje niet. Wel ben ik van plan om binnenkort echt een meeting te organiseren. Dus dan heb ik gewoon een beetje mijn eigen meeting. En dat vind ik eigenlijk wel misschien wel leuker. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Oké, het zit trouwens allemaal heel erg door elkaar, hè, door deze box. Een Arsenal ticket. 10 oktober 2012. Dit was toen in het stadion van Arsenal waren we. Oh ja, dit is ook wel grappig eigenlijk. Er zitten echt random dingen in, hè. Dit is mijn rug. Foto's van mijn rug. Echo rug. Ik hield hem verkeerd om, sorry. Ik heb dus een kromming. Die ziet er zo uit. Mijn rug loopt dus niet recht. Dan heb ik dit een keer gemaakt toen ik jonger was. En hier was ik best wel trots op volgens mij. Oh, wacht. Ik moet hem even... Oh, best wel nice, though. Een medaille van de avondvierdaagse. Dit is dan 1, 2... Ja, 3 keer mee meegedaan. Kaartjes van toen ik geslaagd was. Die zat aan boeketjes, denk ik. Mijn zwemdiploma A. Ik heb trouwens ook alleen maar A. 2 sleutelhangers. Ik heb geen idee wat de herinnering daaraan is, maar oké. En deze. Deze heb ik een keer van mijn zus gekregen, volgens mij, toen we gingen shoppen in Utrecht. En dan een Barbie-poppetje. Aangezien de grote er niet echt in paste, heb ik een mini erin gezet. Omdat ik altijd heel erg bezig was met Barbies. Dit is echt trouwens een fucking random video. Dan nog een keycord met Walibi. Oh ja, dat was van Out of Control Festival. Daar ben ik toen met een vriendin heen gegaan. En daar heb ik volgens mij toen ook nog een meetingje gehad. Heel erg leuk. Nog een Dutch YouTube Gathering ticket. Dit is alweer van 2 jaar geleden, denk ik. Nog 1. En dit is dan van 3 jaar geleden. Inspired by Beauty had ik toen nog. Een fotootje van Milou. Toen ze 1 jaar was. Dat staat op de achterkant. Dit was Milou toen ze 1 was, jongens. Dit is het ticket van Ed Sheeran. Ik ben naar Ed Sheeran geweest. En dit was in 2014. Dan nog meer foto's van Milou toen ze net geboren was. Echt... te cute. City of London Academy Visitor. Toen ik in Londen was in 2012 met school, gingen we naar een school. En daar had ik dit dan in een kaartje of zo. Ik weet het niet eens meer. Ik was hier trouwens echt heel trots op. Maar als je zo doet, dan... Tadaa!
zit hij onder de witte. En dat was dan een soort magic trick or something. Dan een kaartje van mijn dansschool waar ik toen danste. Daar heb ik best wel lang gedanst. En dat was dan het programma. Dit is waar ik danste. En dat was dan het thema professions. Dus iedereen had een beroep uitgepeeld. Echt zo'n standaard ding, weet je wel. Dan zo'n envelop van Burger Zoo. En dit was... Ja, dit was echt te leuk ook om mee te maken. En neem een kijkje bij de neushoornstal. Achter de schermen bij de prachtige neushoorn. En dat was zo leuk. Toen heb ik een neushoorn geaaid en zo. En dat soort shit. Wil je die vlog trouwens zien? Die staat ook ergens op mijn kanaal. Dan heb ik een kaartje van Google. Toen ik bezoek was bij Google. Een doosje met mijn ringetjes van vroeger. Hier had ik het laatst over in mijn video met favoriete sieraden. Anyway, best wel veel ringetjes dus. En het doosje heb ik ooit een keer gekregen op die markt waar ik die ringetjes wel eens kocht. Dan uiteraard nog een ticket van Walibi. Summer Vibes. Dit was ook iets... Nou, ik weet niet. Toen was ik ook een Walibi. Toen had ik ook nog zo'n ding van Coldplay. Die doen het nu niet meer, maar wel heel erg leuk aandenken. Dit gaf dan licht op... Ja, op de muziek eigenlijk. Dus dat was echt super tof. Heel erg leuke extra was dat wel. Dan deze birthday girl button. En ik werd volgens mij toen 16. En die kaart heb ik zelfs ook nog. Die erbij past, maar die heb ik ergens anders. En daar hebben dus alle docenten die mee waren ingeschreven. En toen moest ik deze button op. Een bandje van de YouTube Gathering 15. 2015. Dit is mijn melktandendoosje. Maar er zitten geen melktandjes in, want... Op de een of andere manier heb ik die hierin zitten. Maar goed, dit doosje heb ik dus echt dicht moeten plakken. Mini tanden. Oké. En dan mijn meest oldschool iets. Wat waarschijnlijk bijna niemand meer zou herkennen van mijn volgers. De cassettebandjes. Ik heb er nog maar één, want ik had er heel veel. Maar dit was mijn all-time favorite. Verhaaltjes van Anja en G. Smit van Jip en Janneke. Te weird gewoon. Ja, oké. Te grappig. Bandje van het ziekenhuis. Niet toen ik als baby was geboren. Maar toen ik in het ziekenhuis heb geleefd. Ik heb een week in het ziekenhuis gelegen. En ik had toen ook een pop gekregen. En mijn pop had ook een bandje gekregen. En dat vond ik zo lief dat ik dat mocht. Ik had toen een looppop. En die was dus eigenlijk bijna even groot als ik. Nee, dat niet. Maar nou ja, dus dat. Dan een ticket van Coldplay. Schelpen die ik ooit een keer heb gekregen. Ik heb een treinkaartje bewaard. Maar ik weet dus echt absoluut niet van wanneer dat is. En weet ik veel wat. Dan heb ik dus in de tijd dat ik in het ziekenhuis zat. Heel veel Krimpy Dinky. Hoe zeg je dat? Krimpy Dinky. Krimpy Dimpy. Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Van dat krimpende materiaal tekeningetjes gemaakt en armbandjes gemaakt. Dat was een soort van mijn hobby daar. En dit was een ketting en dit was een armband. Dan heb ik nog meer kettingen van vroeger. Deze is ook heel hysterisch. Een kaartje van We Will Rock You. Ik ben in 2012 in Londen dus naar We Will Rock You gegaan. Super tof. McDonald's Happy Meal. Dan een koeienkies. Of een zoiets kies. Wel tof. In Italië gevonden. Een ring waarvan ik ooit zei, laatst als ik groot word, pas ik hem. Ja, hij valt nu nog steeds van mijn vingers af. Dus dat is niet gehaald. Dan heb ik kaarsen. En deze kaarsen heb ik zelf gemaakt in groep 8 toen ik op kamp ging. Alleen zijn helemaal gebroken overal. Pretty nice though. Nou, oké. Okay. Deze niet. Dus dat was het eigenlijk alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hebben jullie nou ook zo'n soort doos met herinneringen of wat dan ook? Bewaar je helemaal niks? Of ligt het overal een beetje random in je kamer? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En vergeet dus zeker niet een duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten. Thanks for watching. En tot de volgende keer. Ciao!